Good evening. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting, and disgraceful exhibition of football possibly in the history of the game. Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. De wedstrijd tussen Chili en Italië op het WK van 1962 is een ordinaire schop- en knoppartij. And there's trouble already. There's a fight going on in the middle there. Na amper 5 minuten ontstaat de eerste schermutseling. Well, this looks like turning into a real battle. There's two Chileans down on the field. And what a scene after just 5 minutes play. In minuut 12 valt de eerste uitsluiting. And Perini took a kick at a player there. Nowhere near the ball. And he's off the field. He's being sent right off. And the police are being called on, or the army, the police in fact. Well, there's one of the sorriest and most stupid, incredible spectacles I've ever seen. Even later breekt de Chileen Sanchez een Italiaanse neus. Lionel Sanchez. And there we go again. That was one of the neatest left hooks I've ever seen. En het slachtoffer, Humberto Maschio, neemt niet lang daarna wraak in ware kung-fu-stijl. Oh, that was one of the worst tackles I think I've ever seen. Sanchez bought it right in the face. De aanleiding van deze bikkelharde wedstrijd was een krantenartikel van twee Italiaanse journalisten. Volgens hen was Chili een vreselijk land waar de telefoons niet werkten, waar taxis even zeldzaam waren als trouwe echtgenoten en waar alcoholisme, armoede en prostitutie hoogtij vierden. Andere Italiaanse kranten schreven dan weer dat Chili, na de zware aardbeving in 1960, niet geschikt was om een WK te organiseren. De Chileense pers gaf de Italianen lik op stuk door hen te omschrijven als fascisten, mafiosi en seks- en drugsverslaafden. Niet verwonderlijk dat dit staaltje moddergooien leidde tot de vuilste match in de WK-geschiedenis. De mythe van de Battle of Santiago was geboren. Na die wedstrijd zou het voetbal nooit meer hetzelfde zijn. De sleutelfiguur tijdens de veldslag van Santiago is de Engelse scheidsrechter Ken Aston, een leraar en veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. 4 jaar later zou hij het voetbal voorgoed veranderen, maar op die bewuste 2 juni 1962 is hij nog gewoon een arbiter die een wereldbekerwedstrijd tot een goed einde moet brengen. En dat lukt hem blijkbaar niet. Oh, we're getting a rugby match and a fight. Everything going in there. Well, how can Aston can possibly keep this game going? De venijnige sfeer en het vuile spel zijn niet de enige problemen. Een essentieel element dat niet meer weg te denken is uit het voetbal van vandaag bestaat in 1962 namelijk nog niet. De gele en rode kaarten. Ken Aston moet zijn beslissingen mondeling communiceren aan spelers die geen Engels verstaan en dus van het veld gesleurd moeten worden. Wanneer een speler een waarschuwing krijgt, dan is er geen gele kaart om dat duidelijk te maken. Bovendien hebben toeschouwers en trainers vaak geen idee wat er op het veld wordt gezegd. De communicatie is, zacht uitgedrukt, een ramp. 4 jaar later, tijdens het WK van 1966 in Engeland, bereikt de verwarring een nieuw dieptepunt. In de kwartfinale staan Engeland en Argentinië in het mythische Wembley tegenover elkaar. Scheidsrechter met dienst is de Duitser Rudolf Kreitlein. En hoewel zijn naam doet vermoeden dat hij voor het vak geboren is, beleeft hij ook een rotmatch. In de 35e minuut stuit Kreitlein de Argentijn Antonio Ratin uit. Maar de ref spreekt geen woord Spaans en Ratin weigert het veld te verlaten. Ken Aston, die ondertussen hoofd van de WK-scheidsrechters is, moet tussenkomen in het tumult. Hij probeert Ratin met handen en voeten te overtuigen om het veld te verlaten, wat na lang aandringen uiteindelijk ook lukt. Ook de communicatie tussen Kreitlein en de Engelse spelers loopt mank. De legendarische middenvelder Bobby Charlton krijgt van de ref een waarschuwing, maar dat heeft hij blijkbaar niet door. Opnieuw moet Ken Aston tussen beiden komen om te vertalen. Ook Bobby's broer, Jack Charlton, krijgt een waarschuwing. Maar hij ontdekt dat pas een dag later, wanneer hij in de krant het matchverslag leest. Uiteindelijk wint Engeland de kraker met 1-0. Maar voor Ken Aston is het opnieuw een frustrerende avond geweest. Wanneer hij na de wedstrijd door de Londense nacht naar huis rijdt, breekt hij nog maar in zijn hoofd over het communicatieprobleem tussen spelers en scheidsrechters. En dan komt zijn Eureka-moment. Wanneer Aston door Kensington Street rijdt, ziet hij het licht, het stoplicht. Het springt voor zijn ogen van oranje naar rood en op dat moment weet hij het. Een kleurencode. Geel om iemand te waarschuwen, rood om hem uit te sluiten.
Aston rijdt naar huis en vertelt zijn vrouw Hilda over zijn idee. En het is Hilda die het laatste puzzelstukje legt. Ze wandelt naar de keuken, knipt twee stukken karton op maat van het hemdzakje van haar man en het voetbal is voorgoed veranderd. De gele en rode kaart, het systeem dat duidelijkheid geeft aan spelers, trainers en publiek, is geboren. Tijdens de Wereldbeker van 1970 worden de gele en rode kaarten voor het eerst in gebruik genomen. De allereerste gele kaart komt er al meteen tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en de Sovjet-Unie. De gelukkige is de Rus Yevgeny Lovchev. Vreemd genoeg valt er tijdens dat WK geen enkele rode kaart. Daarvoor is het wachten tot de openingswedstrijd van het WK 4 jaar later. In de 64ste minuut krijgt de Chileen Carlos Caselli de eerste rode kaart op een wereldkampioenschap na een brutale revanche-tackle op de West-Duitser Bertie Vogts. Vandaag, 56 jaar na de Battle of Santiago, zijn de gele en rode kaarten niet meer weg te denken uit het voetbal. Maar hoe geniaal het idee van Ken Aston en zijn vrouw ook was, sancties blijven onderhevig aan de subjectieve kijk van een scheidsrechter. Het meest schrijnende voorbeeld vond misschien wel plaats op het WK van 1982 in Spanje. In de halve finale tussen Frankrijk en Duitsland wordt Patrick Battiston in volle snelheid getorpedeerd door de Duitse doelman Toni Schumacher, die er tot ieders verbazing zonder kaart van afkomt. Sommige aanslagen blijven dus nog altijd onbestraft. Want op sleutelmomenten, als de belangen gigantisch zijn, is en blijft voetbal, spijtig genoeg, een klein beetje oorlog.